superblij is hij, de tekenaar Siep Postuma. Hij won gisteren het Gouden Penseel. Dat is de prijs voor de beste kinderboektekenaar. En Roos ging vanmorgen bij hem langs in Amsterdam. Met de tekeningen in dit boek heeft Siep Postuma het Gouden Penseel gewonnen. En wij gaan even kijken of hij al wakker is, want gisteravond heeft hij de prijs gekregen en heeft hij waarschijnlijk een feestje gevierd, denk ik. Ja, hij kreeg de prijs toen in een volle zaal in het Rijksmuseum in Amsterdam. En vanmorgen vroeg zat hij alweer aan zijn tekentafel. Hallo? Hey, hoi. Gefeliciteerd. Dankjewel. En nu willen we wel zien ook die gouden penseel. Daar is die. En het is een echte gouden penseel. Ben je er trots op? Ik ben er heel trots op. En waarom? Omdat die, ja, kijk maar hoe mooi die is. En hier op de penseel staat de titel van het boek, van het winnende boek. En het boek heet Boven in een groene linde zat een moddervette haan. Maar dat is niet het enige boek waarin Siep getekend heeft. Hij staat een kast vol. Hoe komt het nou dat jij zo goed bent in tekenen? Ik ben eigenlijk begonnen voordat ik kon praten met tekenen. Dat heb ik tenminste van mijn ouders gehoord. Dit is een tekening die heb ik gemaakt toen ik denk ik zo'n 3 jaar oud was. En het is een stierenvechter. Hier is de grote rode lap die de stierenvechter altijd heeft. En dit is de stier. En ben je daar nou trots op als je er nu naar kijkt? Of denk je nou? Het is wel echt een kindertekening. Maar ik zie wel dat er echt een soort spanning zit tussen die stier en die stierenvechter. En blijkbaar heeft hij de afgelopen jaren goed geoefend. Want nu tekent hij zo. Je moet er A. heel veel zin in hebben. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je het heel erg leuk vindt om te doen. En daarna kan je dan een heleboel dingen leren. Maar die passie, die moet je van jezelf hebben. En voor het winnende boek heeft hij trouwens niet alleen getekend. Deze boom, dan maak ik een heel groot vel met dit soort structuren erop. Daarna maak ik echt een gat in de boom. En dan maak ik de vos los tot hij echt ook letterlijk in die boom zit. Kortom, Siep kan heel veel. En speciaal voor het jeugdjournaal heeft hij ook nog zijn handtekening in het winnende boek gezet. Wil jij het winnen? Luister dan nu naar Tamara. Ja, dit boek, dat kun je dus winnen. Maar je moet eerst een leuk gedichtje verzinnen over een dier, want daar gaat het boek over. Dus ga snel naar onze website en doe je best.